Een hele goedenavond, lieve allemaal. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Het is vandaag donderdag, 30 maart 2023, en we hebben baby nieuws. We hebben baby nieuws. Nou, ik raak er bijna van in de war. Als in uh, ondaan. Gewoon omdat ik het mag vertellen. We hebben baby nieuws, jongens. We hebben beschuit met muisjes. Beschuit met muisjes voor iedereen. Want Danielle is bevallen. Het is gelukt. En ze lachte bevallen toen wij hier vanmiddag in café zaten. En volgens mij is Elin, want zo is haar prinsesje gena genoemd. Elin, geboren 30 maart 2023 om 15 uur 26. Dus vier minuten voor half vier vanmiddag. Is de beep bij Daniëlle geboren. Dus beschuit met muisjes voor iedereen. En het is allemaal goed gedaan. Gegaan. En, uh, nou, ze komt binnenkort natuurlijk zelf vertellen. Maar dit mocht ik vast aan jullie doorgeven. Ik heb ook, <laughs> ik heb ook een, uh, een, een foto van de kakelvers baby. Maar die is alleen voor mij. Maar het is een prachtig meisje. En ze is helemaal schoon en alles zit erop en eraan. En. Uh, uh, het gaat goed met het gezinnetje en ze is, Daniel is uh, trots, moe, maar ontzettend trots dat uh, die oerkrachten die ze heeft ervaren en natuurlijk de grote beloning, Elin is geboren. Dus, uh, maar, het duurt nog een paar dagen hoor, voordat ze komt, want die heeft eventjes, uh, ja, een heel nieuw begin hè? maar ik hoop dat ze een uh, lang en gelukkig leven mogen leiden, dus... Uh, maar ze is niet aanwezig, hoor, lieve mensen. Ze is niet aanwezig, want ze heeft het hartstikke druk. Want ze is net moeder geworden en die ligt in het ziekenhuis. En je weet hoe dat werkt, hè, na een bevalling. Dus het druk, druk, druk. En bijkomen, alles tegelijkertijd. Maar ik ben wel blij dat het uh, gelukt is en niet tot zondag heeft geduurd. Dus uh... ja, we hebben babynieuws beschuit met muisjes voor Danielle. Voor uh, uh, Elin. Huh? Weer een nieuwe naam erbij om te onthouden. Voor Elin. Dus we hebben weer een cafébaby. Nou, ze was, ja, ze, was, ze was helemaal op. Daar zit uh, Frits zich te wassen. <laughs> ja, precies. Als ze terugkijkt, dan ziet ze de felicitaties wel precies. Dus uh, ja, ja. En uh, de man ook blij natuurlijk. En uh, nou, het is goed gekomen. Zoals we dat ook hadden voorspeld. Ook deze baby is niet blijven zitten, maar Elin die. Uh, heeft een mooie dag uitgekozen om dan toch uiteindelijk ter wereld te komen. Nou, hè Bob? Weer een nieuw kindje erbij, hè? Ja, hebben we weer een café kindje erbij. Dus 30 maart is het geworden. Nog wel een maart kindje. Dat is dan nog wel weer, uh, dat is wel gelukt. Ja, fijn, hè? Och, Ik was ook wel opgelucht hoor toen ik een berichtje binnenkwam kreeg. Want ik had natuurlijk wel zoiets van, ja, ik heb haar de hele dag niet gezien. Dus, dus, dat is betekent nieuws. Hé hey Bob, wat kom je allemaal kwijlen? Hey. Hé hey, Bobby. Zo. Ja, leuk hè. We hebben we toch allemaal meegeleefd. Hè? En dan is het toch wel fijn als het, uh, als het, uh, als het kindje er dan is. Ik zal er dus straks even zeggen dat ze, <laughs> dat ze. of als de video oké okay, is, zou ik zeggen dat ze hem even terug moet lezen. <laughs> en dat is ook leuk voor in de. Uh, hoe heet het? Voor in de herinneringen. Kijk, ergens op YouTube vertelt dat Elin is geboren. Leuk, hè? Nou, sta ik dus echt met, met, met de beschuivende muisjes in mijn hand klaar om te gaan eten. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want dat maakt ontzettend veel herrie. Maar ik eet hem wel om acht uur. Ja, Bob, is niet voor jou, hè? Nee, is niet voor jou. Zou ik jou wat anders lekker schrijven dan? Dus we hebben babynieuws. Ja, leuk. Ja, Bob, help wel een hapje. Ja, precies. Dat zag je goed. Van, hè? Ik denk, nou, zet het snel even weg. Ja, Danielle heeft het geflikt. Ja. Oh. Hij heeft echt konijnenpootjes, hè? Hé, Bob, je hebt konijnenpootjes, hè? Hoi, Judith. Hi. Nou, een heleboel mensen zijn in de huis. 111 mensen in de huis. Ja, Danielle is bevallen. Danielle is bevallen. Vanmiddag, volgens mij, om vier minuten voor half vier. Dus toen wij hier op het café zaten te mopperen op van alles en nog wat, lag zij te bevallen. Maar ja, dat, dat, dat gaf de kracht, hoop ik, dat wij hier allemaal een beetje boos waren. Maar euh, nee, ze is bevallen. Vanmiddag is, uh, is het geboren om. Tegen half vier. Dikke zes pond. Dat kan ik ook nog wel vertellen, denk ik. Dikke zes pond. En. Uh... Ja, ik zag een uh, mooi schoon roze meisje. Hè? Want het was natuurlijk helemaal overdragen. Dus die was dan zijn ze lekker schoon en zo. Ja, schattig moppie. Dus uh... Oh ja, ook leuk om in de reacties onder de video Danielle te feliciteren. Want dat kan ze gelijk zien. En dan hoeft ze niet alles terug te lezen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Oh, Stephanie is ook in de huis. Ja, Stephanie ook in de huis. Gaan we gelijk even door met zingen, want... Uh, dan uh, dan uh, gaat het hartstikke goed, jongens. We hebben één grote feestavond. Nou, die ga ik niet verzieken vanavond. Laat ik dat maar even niet gaan doen. Stefanie is jarig en die heeft ook lekkere tractaties bij zich. En we zijn met 123 mensen, dus gaan we nog één keer inzetten voor Stefanie. Oh, Samson gaat er met mijn haakwerk vandoor. Samson, mijn draad zit om je buik heen. Op, op, Wat als ondersteuning? <laughs> nou, ik zou er ook wel even zeggen dat ze deze chat terug moet lezen. Maar we gaan zingen nu voor Stefanie, want Stefanie is jarig en die, uh, ja, dat moeten we vieren met z'n allen. Ja, fijn hè, fijn dat dat goed is gegaan. Het is allemaal goed gegaan ook, dat is ook fijn om te weten. Nou, Stefanie is zoveel jaar geleden ook geboren op deze dag, maar dan zoveel jaar geleden. En daarom gaan we nu gezellig met z'n allen zingen. Er is er een jarig, hoera. Het hoera. is Stefanie, dat vinden we fijn. Dat vinden we alle zo prettig, ja, ja. Om op je feestje te zijn, hi Stefanie, leven lang, hoera. Hoera, Stefanie, leven lang, hoera. Hoera, Stefanie, leven lang, hoera. hoera Hoera, lang zal Stephanie leven. Lang zal Stephanie niet leven. Lang zal Stephanie leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep, hoera. Even niet het hooglaag. Hippe de piep, hoera. Hippe de piep, hoera. En dat je nog maar een fijne dag verder mag hebben op deze mooie dertigste. Maart 2023, 2023, zo u wilt, de feestelijke dag met verjaardagen en geboortes. Ja, hoog. Ja hoog. Steven hoog. Een bescheiden versie dan. Oh ja, precies. Mopper de mopper. He, iedereen heeft alle, alle agressieve energie die kant uit. Ik denk het allemaal goed hier, hoor. Iedereen lekker gegeten? <laughs> Petra. Ja, en taart en beschuit met muisjes. Het is toch weer een grote feestelijke dag. Hoe mooi wil je het hebben? Er zit nog steeds een rode kat buiten, achter de rode kat. Ik weet niet of je het kan zien. Het is een rare foto zo. Hé hey, Wilma. Nou Wilma, heb je, net, uh, heb je net al het gezang en de beschuit met muisjes gemist? Want Danielle heeft een dochter. En de man van Danielle dus ook. En ik weet ook hoe die heet. Maar dat ga ik niet zeggen. Want ik weet niet of dat mag. Maar um, ja. Elin. Elin. 33 2023. Ja, 15 uur 26. Ruim 6 pond. Nou, we hebben wel een heleboel slingers nodig. En zo'n zo slinger met uh, uh, geboren en zo. Sylvia heeft lekker biefstuk gegeten. Ja, alleen zegt Petra, je moet wel zingen voor taart. zeggen? ik kijk wel eens terug straks. Nou, er is niet zo heel veel terug te kijken. Ja, leuk hè. En toch zaten we ook allemaal een beetje in spanning hè. Gek is dat toch hè? Nou, wat hebben we vandaag gedaan? Nou, vanmorgen. Ja, tijdens het, vorige, ja, het midden tijdens het vorige to theeleutje. Toen wij hier allemaal een beetje zaten te mopperen. Toen uh, was zij dus de laatste loodjes aan het uh, wegpuffen. En uh, ja, vier minuten voor half vier is ze geboren. Nou, dat is leuk tijdens cafétijd. Hey. Even kijken. Wat ben ik aan het doen? Oh, ik ben aan het haken. We hebben vanmorgen de uitleg voor de volgende stap gehad. En dus. Uh, moet ik ook verder haken anders is het zondagavond nooit niet klaar. Hey, ja, Sanne, Sannes. Moeder, Sannes moeder kan superlekker eten maken. Dat is hartstikke fijn, Sanne. Wat, had, wat Sanne. wat had ze voor lekkers gemaakt? En wat lief dat je dat zegt over je moeder? Ja, meeleven. Ja, zeker. Brenda had niet eens in de gaten dat er iemand in, in het café zat te pussen. Nou, ik moet je ook eerlijk zeggen, ze was niet hier in het café. Dat, uh, ze heeft dat op een andere locatie gedaan, want in dat kippenhok word je misschien niet helemaal zen dan. Dus. Uh... Ja. Ja. Nou, die Danielle. Ah. Lekker hoor. En dan nog lekker kraamzorg en zo. Even goed verwend worden, dat je goed kan herstellen. Ja toch Iris? Precies. Maar Elin is daar. Elin heeft, is er eindelijk. Vicky had worteltjespuree. Sanne, macaroni. Oh ja, oh ja dat, had, dat had je moeder gezegd ja. Dat jullie dat gingen eten. Nou, ik denk dat Debbie nou weer zit te glimmen van de complimenten. Ja, precies dat, hè. Dat maakt niet uit. Iedere baby opnieuw weer. Het, 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 het raakt me altijd enorm. Ja, Anita. Ja, Anita. Hartstikke lief, dank je wel. Maar wees dus uh, op beducht als je rare berichtjes krijgt van mensen. Blokkeren. Blokkeren. Leuk, hè, Frida? Ja, Debbie zit helemaal te glimmen. Zie je? Fijne kinderen heb jij. Fijne kinderen heb jij. Ik kan niet anders zeggen. Ze houden van handwerken en ze vinden je eten lekker. Nou, ik zeg dat is, uh, dat is geweldig. Nee, dat scheelt inderdaad, Anita. Dan, uh, dan kunnen ze je niet zo makkelijk vinden. Ja. Maar gaat ervan uit dat het vanaf nu niet meer zal plaatsvinden? Ik ga het er vanavond verder niet over hebben. Om deze aflevering niet in de war te maken. Maar morgen ga ik nog eventjes. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Ga ik weer eventjes tekeer. Oh, ik heb dat nummer gevonden. Ik had het ook even op Facebook gezet. Maar toen liep Pim over mijn toetsenbord te rennen. Dus toen kon ik het eigenlijk niet goed. Uh, het was al verzonnen voordat ik het ging zeggen. Dat nummer waarvan ik zei van net. De Everly Brothers. En. Uh, en zo, dat nummer staat op de Facebookgroep. Ja, leuk is dat, Debbie. Dat moet je echt koesteren. Nee, maakt niet uit in welke rij je gaat splitsen. Maakt niet uit. Nee hoor, want voor het... een. Dat... Nee, dat maakt niet uit. Zolang je de voorkant maar net zo lang maakt. Dat maakt niet uit. Ja, mooi nummer hè. Nou, da da. Na 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 na. -na. Now, now, now that I have found you. Ja, zie je? En dan weet ik het weer niet. Nee, je mag splitsen waar je wil. Daar gaan we dit keer niet moeilijk over doen. We kunnen altijd weer aanhechten. Als die goed uitkomt. Ja, irritant hè. Ja, slechte liedjes aan het zingen. Um, wat ging ik nog meer zeggen? Danielle dus bevallen. Ik had nog meer. Wat een meters zitten er op een bolletje katoen, zeg. Dat haak je niet zo even weg. Uh, wat ging dat nou we nog meer zeggen? Ik ben het wel even kwijt. Ja, ze is geboren. Vanmiddag om vier voor half vier. Elin. Elin heet de dochter van Danielle en haar man, vriend. Ja, Danielle is bevallen Martine. Vanmiddag om vier voor half vier. Tijdens de live. En um, ze maken het uh, allemaal goed. En uh, het is een dikke zes pond. En... Uh, Danielle is helemaal blij en trots en blij vooral. Doei, Stephanie. fijne avond verder. Vertel me dat er net 118 mensen voor je hebben gezongen. Ja, Elin, ja alles is goed gegaan. En uh... ja, wordt vervolgd. Ja, zijn leuke berichten precies. Uh, ze zou uiterlijk donderdag uh, twee weken over de datum zijn, Berenda. Dus uh, dan is het uh, zondag, uh, zaterdag is 13. Uh, vrijdag is 12. 11 dagen, 10 dagen. Gisteren is de bevalling begonnen. Dus uh, 10, 11 dagen is uh, over de uitgerekende datum heen. Ja. We hadden dus ook nog Stefanie die jarig is, maar die is nu naar de. Ze kreeg visite, visite. Wat zal ze gaan genieten? Om taart te eten. Dus uh, ja, gezellig hè? Je had vanmorgen kwarktaart mee, ook lekker. Virtuele kwarktaart. ook niet te versmalen. Jongens, het is nog hartstikke licht. Ja, Danielle is om vier voor half vier bevallen. Ja, oh, daar loopt een kat in de tuin, zie je dan? Oh, daar komt hij, daar. Kom, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ja, nou hè? Het heeft ze lang geduld moeten hebben. Oh, hij loopt net buiten beeld langs. <laughs> okay. Wat heb je allemaal gedaan, Valentina? Moest je de hele kringloopwinkel al in gaan pakken? Wat is er gebeurd? Ik heb gewoon een zware dag gehad. Kan ook, hè? Oh, heerlijk, Valentina. Lekker van genieten. Ja, ik heb een beetje een rommeldagje vandaag. Ik kan niet zeggen dat ik echt ben opgeschoten. Maar ik kan ook niet zeggen dat, dat het een hopeloze dag was. Dat was het ook niet, dus... Zoveel spullen. Ja, oh ja, was er weer opruiming geweest dit weekend? Hoi, Geertje. goede goedenavond. ...ongelooflijk, het zegt ook wel iets... ...over de enorme hoeveelheid spullen... ...naar de kringloopwinkel. Vond ik, het lekker even een Nicootje nemen. Ik weet nog, vroeger... ...woonde ik in de stad... ...en toen was er aan de overkant... ...in een soort garage... ...was ook een soort kringloopwinkel. Tweedehands spullen. Maar ja... ...toen deden de mensen... Een hele huwelijk, zeg maar, met hetzelfde bankstel en zo. En tegenwoordig is dat allemaal niet meer. En met de, het servies van de uitzetten, dat, dat is niet meer, hè? Oh, oh, ik had de to-go-to-go-maaltijd. Nou, eens even kijken, wat had ze? Oh, gaan we, gaan we staren? Gaan we zitten staren? Nou, ik weet niet hoor, maar die koolmees is echt hartstikke dik. Zien jullie die koolmees dik zijn? Ik weet niet, maar... Die is echt niet normaal dik. Hij heeft helemaal geen nek meer. Ja, bizar, hè, Valentina? Even kijken, wat, wat had Inge. Ja, te veel nootjes. Ik denk te veel pinda's. Kijk nou. Ja, even kijken. Pasta met spekjes, oesterswammen, mozzarella, spinazie en parmezaan. Dat klinkt hartstikke Italiaans goed, Inge. Voor je 3-euro groentepakket. Hij is echt dik. <laughs> ja, ik, ik, euh, zijn vleugeltjes passen zelfs niet meer op zijn rug. Of het is een koukleum, dat kan ook. Uh, ja, Danielle. Ja, 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 ja. Ze hebben er gisteren gehouden toen ze er was. Ja, dat heb je met een MacBird. <laughs> oh, en Petra, die, oh ja, leuk is dat, hè? De, te de boodschappen, Tetris. En ja, nou is het niet meer zo koud dat je ook nog dingen buiten kan zetten. Lanny's servies uh, Lenny's, uh, uh, van de uitzet staat op het. Oh, hij staat een beetje te trappelen. Zag je dat? Nou, die is echt wel dik hoor. Nou, leuk hè? En hebben jullie ook dat pakket gezien van uh, de winnares van de loterij? Oh, Lenny heeft een broodbox. Yay! Deze koolmees is dik. Ik, uh, ik ben er echt definitief uit. Deze koolmees is gewoon dik. Je hebt ook obese mezen. Maar hebben jullie gezien uh, het, uh, het, cadeau, het pakket wat iemand uh, gewonnen had? Ik weet alleen het nummer, maar niet meer de naam. En wat ze uit ging pakken. Ja, ik moest wel lachen. Want zij pakte het net zo uit als ik de eerste keer verkeerd. Maar dat gaf verder niet, want het gaat om wat erin zit uiteindelijk. Het treintje zit ook nog steeds op de eethoek van toen. Hij begint nu wel een beetje minder, minder te worden na 43 jaar. Ja, dat mag wel. Ja, hoop mensen hebben de pakketten. Uh, alles is nu op de bus op één pakket na. Maar er moest volgens mij nog wat bij. Dus alles is de deur uit. Ja, nummer 177. Lisbeth was het, ja. <laughs> maar, hey, die, die soft fun of zo. Die, die ronde bolletjes die links zaten. Dat heb ik gebruikt met de breienmolen om dat rode sjaaltje mee te breien. Dat is echt super zacht. En toch is het kunstgaren. Ik noem het voortaan dan maar kunstgaren. Hé, hey, deze vogel is dik. Nou, bij de volgende. Uh... Verkopen. Per uur gaat er zo'n pakket uit, onder de mensen die tijdens dat uur pakketten hebben gekocht. Het was voor mij ook leuk om te zien wat dat verrassingspakket was. De verrassingspakketten gaan de volgende keer per uur. Een bolmees! Het is een bolmees. Inderdaad, Petra. Nee, Inge, want meesjes leggen iedere dag een eitje. Het is een bolmees. Dat vind ik een goeie. Geen koolmees, maar een bolmees. Ja, dat is toch hartstikke leuk? Dat je gewoon, als je wat gekocht hebt, nog prijs maakt op zo'n pakket. Uh, kans maakt op zo'n pakket. Ja, ik heb een nieuw ras gemest. <laughs> nee, de meisjes die, leggen, die, die leggen iedere dag een eitje. En toch komen ze tegelijkertijd uit. Dat is ook zoiets magisch. Die leggen iedere dag een eitje totdat ze op zijn. Ja, een bolmeest. Dat was echt. Oh, loop nou weer een andere kat. Nou, wat gaan we doen? De roodbol, ja. <laughs> het rood, niet het rood bosje, maar de rood, het roodbolletje. <laughs> ja. Die, meest, die, die, die hamster te eieren. Ja, Mario C. Hallo. Och, het zijn ook echt katten, hè? Eh. Um, ja, maar mooi is dat, hè? Dat zo'n eitje dan gewoon ligt te wachten totdat... Uh... Wat een leven hebben die beesten. Dat, dat, dat zo'n eitje dan gewoon ligt te wachten. Ja, dat is het. Die past zo in... Ja, dat is het ook. De bolmees en de rode, de rode bol... Uh... Ja, de rode bostijger. <laughs> ja, nou ja, liever daar dan tegen je banken, uh, Anita. Ze moeten toch markeren dat ze hier wonen. Daar merk je niks van, hoor. In dat grote, grote bos. Het is niet zo dat als je hier buiten loopt dat je echt door de vlagen. Ze zijn ook gecastreerd, hè? Dat maakt ook verschil met de lucht. Nee, dat is waar, Anita. Ja, nee, zonder gêne, hè? Zonder gêne. Oh. Nou, Valentino wil weten hoe het met de kal gaat. Ik zal het even laten zien. Uh, goed. Zo ziet het eruit bij mij. Uh, Jan, ik zeg: komen er wel eens vreemde katten? Heel incidenteel. Want uh, de buurkat komt wel eens als ze honger had. Ik weet niet of ze er nog is. Oké, okay, oké, okay, Marie-José. Kijk, zo leren we nog eens wat. Nou, mijn tafel is helemaal niet netjes hoor, ik weet niet. Ik had de kaarsjes even weggehaald en. Uh... Ik weet niet, niet echt netjes. Papiertjes, haarklip. Wat doet hij hier? Naalden, uh, onderzetters. Hier liggen alle bolletjes die ik denk, hoop, uh, die ik nodig heb. Hé hey Sandra. Annie vraagt wat ik aan het haken ben: een, uh, een vestje, een zomervestje. Von heeft een kat aan tafel, ook gezellig. Ja, precies Petra. Het is altijd precies in het kader, hè? maar buiten dat kader is het ontploft. Maar het, het, ziet, het, het ziet er wel mooi uit, zo, in, met die donkere achtergrond. Maar dit wordt dus een, een vestje. Een vestje, een zomervestje. Oh, en Lenny, die heeft de piep in, de de piep de muis gevonden. In de draaiknop. Vonda had ook uh, inderdaad, die had ook ineens een uh, kattenfebo. Er kwam een kat snacken. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe die wordt. We zijn weer lekker bezig. En zondagavond gaan we verder met de volgende stap. En dan woensdag, dan gaan we eventueel de laatste stap doen. En dan is die klaar. En dan hebben we toch in een week een zomerfestje gehaakt voor de mensen die meedoen en die het bijhouden. Je mag natuurlijk in je, helemaal in je eigen tempo doen. Hè? Ik weet niet, maar dit zijn dubbele, dubbele narcissen of zo. Het zijn mooie narcissen. Kijk. Hé, hey, maar uh, wat was het voor kat? Vonne. Hoe zag hij eruit? Had hij lang haar, kort haar? Geef eens even een signalement. Zie je dat? Uh, ja, ze beginnen wel te bloeien. Zo fijn als de zon schijnt, dan gaat het allemaal wat sneller. Dit hebben jullie zien groeien, hè? Dat valt jullie niet op. Oh, Anja. Anja. Daniëlle is vanmiddag om vier minuten voor half vier bevallen van een dochter. Uh, we hebben zelfs beschuit met muisjes. Hier is jouw beschuitje met muisjes. En uh, de, uh, de baby heet Elin. En is een dikke zes pond. En helemaal uh, oké okay en gezond. En het is allemaal goed gegaan. En uh, morgen gaan ze naar huis. Kortharige kat, grijs met wit gestreept, met witte poten, niet groot. En niet mager. Ja, dat zegt allemaal wat. Hoi Margaret. Een bolle narcissia. Ja. Oh. maar ze er, we hebben dus beschuit met muisjes. Uh, ja, ja, maar ja, gisteren, gisteren was ze naar het ziekenhuis en toen hebben ze er volgens mij gelijk gehouden aan en uh, uh, aan het infuus gedaan, geloof ik. Dus uh, ja, het is geen april babytje geworden, het is geen zondagskindje geworden, het is vandaag geboren en het is ze is helemaal blij en blij. Kijk, ze was gisteren ook helemaal chill en relaxed, hè? dat maakt ook verschil natuurlijk. En het ziekenhuis vond het ook gewoon tijd. Het babytje was ook helemaal zo schoon, zonder witte... Ik heb een hele verse baby gezien. Haukje, ik zeg Het klinkt als abe. Dus uh, ja, leuk hè. En ze heeft het mij dus gemeld. Nog geen anderhalf uur nadat het babytje is geboren. Vond ik ook een hele eer. Want dat is dan ook hè. Dat je denkt van wauw. Ik ben niet, sta niet helemaal hoog op je prioriteitenlijstje. En toch uh, binnen anderhalf uur kreeg ik uh, berichten en een foto. Dus uh, ik voel me toch wel weer vereerd dan, hè? Zo kan het ook. <laughs> ja, Elin. Ja, leuk hè, Anja? Daar word je heel, daar word je heel blij van. Baby nieuws. Valentina, jij wordt oma, hè? Ja? Och man. Dus we worden hier een heleboel oma. Gezellig hoor, ho, babytjes. Oh, het wordt een kleindochter ook bij Valentina. Leuk! Ja, toch wel hè, aan je Lenny? Ja, nou ja, ik, ach, ik moest zo met hem meeleven. Ik heb, zelf, ik heb zelf ook twee weken over de datum gelopen. Twee keer. Dan ga je, je inderdaad echt zo belabberd voelen. Dus uh, ik, 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 och, ik, van de week, ik moest bijna huilen. Ik dacht, ach, arme, arme jij. Maar de, ze blijven niet zitten. Maar ik, ja. Het is net zoals met 5 december is het pakjesavond... maar jij krijgt je pakje pas in 3 januari of zo. Dat gevoel krijg je dan een beetje. Spannend. Leuk, leuk Valentine. Uh, heb, uh, heb je al projecten op de naald en zo... Ja, hè, Petra. Ze beloven je die datum en dan komt het niet. Maar het is gelukt en uh, ik heb zo meteen lekker een beschuitje met muisjes om acht uur. Yay! Ah, oh, Ik mocht het aan jullie doorgeven. Ik mocht alleen de foto van de baby niet laten zien, maar dat snap ik ook wel. Laat ze die lekker eerst aan haar eigen familie allemaal laten zien natuurlijk. Stel je voor dat de halve familie hier in het café zit... en ze dan het kindje eerder zien dan... Uh... Oma. Wat gaat Valentina proberen? Voor een feestje. oh leuk. Ja, dat kan ook hè, Anita. Ze laten zich niet uh, de les lezen hè, voordat ze geboren zijn. Oh ja, Lucia, ja, elf hè. Och, dan, dan gaan het heel snel kereltjes worden. Brenda zegt: Ik heb ook twaalf dagen over tijd gelopen. Ja, maar ja, die magen. Die glazen bolle van die verloskundige. Is toch een beetje natte vingerwerk. Is niet altijd even betrouwbaar. Maar dat is ook. Moeder natuur laat zich ook niet uh, de les lezen. Hè? Maar elin is geboren. Dikke zes pond. Oh ja. Marjette wordt zondag alweer 19. En het voelt als gisteren dat ze is geboren. Of nou vier dagen geleden dat ze is geboren. Lenny. <laughs> oh. Nou, nee, ook niet, hè. Voorlopig niet. Dan moet je in hun ritme mee, hè. Oh, dat gaat vast allemaal helemaal goed komen bij Danielle. Je had er al zo lang zoveel zin in. Kijk. Vergeet je ook, oh, die hielden zich allemaal een beetje aan hetzelfde schema. Margarets dochter wordt 11 en haar zoon eind april 13. Ja, nou, ik dacht ook van: hè, krijgt die kindjes en dan gaat, gaan al die oude, oude tantes zeggen van: Oh, meid, geniet er nou van, voor je het weet zijn ze groot. Dan denk je wel, nee. Jawel, dus dat is echt waar. Janneke's dochter wordt 40 en dat voelt ook nog alsof twee weken geleden ze werd geboren. Hè? Oh, leuk, Valentina. Oh, daar kan je vast wel iets leuks voor maken. Een mooie deken of zo. Hoeft niet morgen, hè? Oh ja, Petra. Ja, dan weet je inderdaad wanneer ze komen. Dat is ook wel uh, handig. Met alles regelen met de rest van de kinderen. Marion's dochter wordt 53. Die is net zo oud als ik ben. Hoi Gerry, hi. Gerry! We hebben baby nieuws. we hebben baby news. we hebben baby news. Danielle is bevallen. Uh, Elin, vanmiddag om vier voor half vier, dikke zes pond. En uh, alles is goed gegaan. Er komen een hoop verjaarden aan, als ik het zo zie. Ja, voor de, voor de feestdagen, Vicky. Hoi, Shirley. Ja, leuk, hè, Gerry? Het is allemaal goed gegaan. Het is een, uh, het is een mooi babytje. En uh, morgen gaan ze naar huis. Volgens mij. Dus dan zullen we de volgende week wel een keertje weer op café zien, denk ik. Maar als ze slim is, gaat ze iedere minuut slapen die kan. Brenda gaat. Een knuffelschaapje haken voor een, dat heet dan, een achternichtje wat geboren gaat worden. Dat is ook zo leuk aan onze hobby, hè. Ja, heerlijk toch, Valentina? Oh, oh, ik vond dat zo leuk. Dan, eerst dat knussen van in de buik en toen dat knussen van uit de buik. Ah ja. Nou, in ieder geval. Dat haakwerk van mij, dat schiet voor geen meter op. Maar dat hoeft ook helemaal niet, want het is een heel snel projectje. Ja, er zijn er al een paar geboren hier. Ja, toch wel, hè? Dat komt omdat we zo'n gemaleerd publiek hebben van allerlei leeftijden. Dus dan. Uh... Ja, leuk. Ik vind het erg leuk. Ja. Ja, je moet, uh, je moet even Miranda vertellen dat we zijn bevallen. Wie? <laughs> oh, vraag me allemaal af hoe dat gaat. Ja, zeker vier. Zeker vier. Uh, Levi, Levi die, de dienstmama, die is hier. En die andere twee mama's, die, uh, die zijn druk. Die, die, die komen heel sporadisch. Komt er eentje even langs. Miranda zegt, zie Joke. Joke, Joke, Joke. Oh, leuk Sylvia. Spannend. Ik moet ook even op zoek naar Joke. Joken, joken, joken. Nee, het is huilen, eten, verschonen, poepen, slapen. Even kijken, ik zoek nog naar joken. Ik zie joken niet. Dit is ook heel. Best wel, mijn moeder kon geen kinderen krijgen. Dat is heel raar. Als jij dat dan zegt, maar dat is dus wel het geval geweest. Ik kan Joke niet vinden. Wat is dit? Ik heb Joker gemist, jongens. Oh, wacht. Ik heb een. Uh... Even een momentje hoor. Oh, we hebben een limerick. we hebben een limerick. we hebben een limmerik. Oh, die is wel leuk, we hebben een limerick. let op, van juf Joke. We hebben een limerick. Joke die, die, die had weer eventjes een briljante ingeving. Zijn jullie er klaar voor? Zit ik in het mezen nieuws te lezen, lees ik over obese mezen. Over de toename van mezenobesitas. En wat daarvan de oorzaak was? Het zal Miranda's voer wel wezen. <laughs> Zit ik in het mezen nieuws te lezen, lees ik over obese mezen. Over de toename van mezenobesitas. En wat daarvan de oorzaak was? Het zal Miranda's voer wel wezen. <laughs> Wij wisten dat al even. Oh, geweldig. Hoe schud je het toch uit je mouw? Ja, Monika. En dan heb ik de deur, alle ramen, alles zit dicht. Ja, Jook is briljant. Heb jij vroeger ook meegedaan aan de poplimmerik... van uh, de Avondspits op Radio 3? De obese mezen. Mezen obesitas. Kijk, weer ergens de schuld van. Jongens, toch? Ik heb het een beetje opgeruimd daar trouwens. Ja, heerlijk hè. Dat is toch dat het voorjaar in de lucht zit. Dan gaan ze veel meer zingen. Veel harder zingen. Dus. Uh... Ja, daar word ik heel vrolijk van. Ja, goed hè, die joker. Ja, 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 ja ik luisterde ook iedere avond. Ik vond dat zo leuk, die limerick. En dat waren dan limericks die gingen over muziek. Dat waren ook briljante limericks. En dan vervolgens werd het nummer werd gedraaid waar de limerik over ging. Erg leuk. Hoe is je nieuwe boek, Joke? Ja, Kimmy, maar dat komt ook door de klok, hè? Dat scheelt ook ineens. Maar ja, daar ben je wel vrolijk van. Ja, vond ik, een leuke, ik vond het een leuk programma en ik vond het een leuke, leuk item, de poplimerik. Ik dacht eerst dat het altijd Bob poplimerik maar het bleek de poplimerik. Zo, Gerry, wat zeg je me nou? Had je nog ineens koffie? Oh, Joke gaat vanavond in de nieuwe boek beginnen. Oh, spannend. Heerlijk. Ik denk, wat heb ik een flauwe thee, maar er zit helemaal geen zakje in. Ja. Neem jij lekker koffie met koffie, uh, Gerry. Geen heet water. Morgen is vrijdag. Wat gaan we morgen doen? Morgen... Ik weet het niet. Hey, Jutje, kom binnen. Met de boodschap. wat is de boodschap? Oh, Lianne, die moet ook nog even wat te drinken hebben. Hoi, Cynthia. Nou, we houden de hele afdeling in het kader van we hebben baby nieuws. We hebben baby nieuws. Oh, ik zal deze als voorpagina maken. Dat is wel leuk dat we baby nieuws hebben. Speciaal de kan Danielle hem echt goed terugvinden. Want uh, Daniëlle is bevallen, lieve mensen. Oh, Corina krijgt morgen een nieuwe stoel. Dat is spannend. Oh, Debbie die gaat knutselen met met, voor, voor opa, met de kinderen. Ach, Gerry. Nou, neem lekker koffie. Ja, en de mini-Daniëlle heet Elin. Elin. Oh, Annise heeft morgen lekker feest. Oh, bolen, leuk. Joker heeft jaargang 1946 van een tijdschrift over hoe je kinderen opvoedt in, in 1946. Dat vind ik ook zeer interessant. Debbie gaat morgen lekker knutselen. Corine gaat morgen in de stoel zitten. Hennie werkt. En Jutje mag uitslapen. Judith mag uitslapen. Hennie krijgt morgen een nieuwe tv. Dat is ook leuk. En Jutje, Jutje gaat haar paastakken neerzetten. Leuk. Petra morgen even werken, dan de vrij Mibo en dan Vizio uh, en dan het is weer weekend. Het is weer weekend. Ja, leuk hè, Kimmy? Danielle is bevallen. Elin, dikke zes pond. Alles goed gegaan. En uh, ja, ze heeft het. Het is er toch maar weer gelukt. Uh, of weer. Het is er toch maar gelukt. Ze is heel trots. Sandra gaat ook weer uh, de weekendboodschappen doen. Lekker handwerken en een beetje rommelen. Met gehaakte dingen. Oh, leuk. Je hebt een paar stakken met gehaakte dingen. Dat is leuk. Nou, jullie, jullie hebben wel uh, goede dingen. Oh, Loes heeft morgen ook een spannende dag. Ik krijg het er warm van. Nou, Loes, we gaan voor je duimen dat het allemaal. Uh... Netjes afloopt. Vicky gaat ook huishoudelijke dingen doen. Nou, Loes. Ik hoop dat ze eens even flink knopen gaan doorhakken. Uh... Jeannette, uh, en oppassen, en werken, en café. Nou, dat is ook een drukke dag. Ik ben er morgen drie keer, hè, lieve mensen. Ik ben er morgen drie keer. Zo, ik heb het ineens warm. Valentiede ook bijna weekend. Ah ja, die is toevallig morgen vrij zodat het pakket van Eva aan kan komen. Nou, als het goed is, moet dat goed komen, want alles is de deur uit op Ena. Oh, Shirley, die gaat er van tussen. Hey, ja, heerlijk. Geniet even nog van die frisse neus. Het is nog prachtig weer. Ja, precies, uh, Loes. Laat ze dat eens even netjes afgaan uh, af uh, ronden voor je. Doei Irma, doe de goed aan Gerard. Inge die krijgt zondag bezoek van de muziekgroep. En die gaat dus op zoek naar nieuwe snackjes. Maak je mini, uh, mini frikandellenbroodjes. Petra gaat ook weer even zinnige dingen doen. En uh, boodschapje halen en verder. Precies, dat is heerlijk als je gewoon kan zien. <lacht> Lenny. <lacht> oh, is het morgen weer, uh, weer zo'n dag, Lenny, of niet? Kimmy, die moet de week uitwerken en die heeft maandag en dinsdag weekend. Ja. En Kimmy, mag ik je danken voor het feit dat jij er ook weer voor zorgt dat ook in het weekend de wereld gewoon doordraait. Zonder dat we in zak en as komen te zitten... omdat er geen mensen in het weekend werken. Dat is belangrijk, hè? Ook dat in, de in het weekend ook alles doorgaat. Niet alles hoeft per se door te gaan. Voor mij hoeft niet de winkel op zondag open... maar de zorg en het vervoer en zo. Wilma's zoon die wordt alweer 29. Oh, Lenny volgende week weer uh, je opladen, <laughs> opladen. 29, dus die is van uh, 94. Wilma, hetzelfde jaar als ik... Mijn eerste kreeg. Patty is mandala's aan het haken. Voor tegen de muur. Doei, Annie. Tot de volgende. Sylvia heeft een luxe probleem. Wat ze nu weer gaat doen. Precies, Petra. Als ik dingen mijzelf opleg, dan ga ik er tegenaan zitten hikken. En dan landt de vanterik zo een dag weg zonder het te doen. Ja, heel belangrijk, Kimmy. Precies. Je kan die mensen toch niet alleen laten omdat het weekend is. Dus uh, mag ik je echt oprecht danken. Het is gewoon een feit. Martine, die, uh, heb jij al je bolletjes een beetje kunnen wegstoppen? Oh, je hebt er alleen in gebruik genomen zelfs. Wat een lekker vooruitzicht, hè? Dat je gewoon lekker ongegeneerd kan gaan zitten haken. Debbie's Remke wordt 7 april. Oh, dat is ook over anderhalve week. We zijn nog allemaal lekker jong. Miranda moet ook slapen, want die heeft het weekend uh, nachtdienst. Ja, jij ook. Jij zorgt er ook voor dat de mensen gewoon netjes uh, door kunnen gaan. Ja, dat is hartstikke belangrijk, wordt onderschat. Ik denk dat ze ook nog even een rondje rond het huis gaan lopen. Volgens mij zit het nu het mooiste moment van de dag. De zon schijnt en uh, het ziet er ernaar uit dat het niet meer waait. Maar eerst mijn maar beschuit met muisjes. Ja, ik heb een speciale beschuitje voor gesmeerd. Gerrit, die gaat bloemen haken. Die zit weer aan een leuke kal mee te doen. Miranda werkt in Denemarken. Oh, zit jij in Denemarken hier zo te zijn? Wat leuk! We zijn zo internationaal, hè? Skol. Skol. Is dat in uh, Deens? Skol. Is toch hallo? Geen idee. Ja, het is fantastisch. Het ziet er echt heerlijk uit. Nou, Petra. De dag dat ik een koffie, mijn eerste koffieleutje uh, opende, was ook dat ik tegen de muren opvloog. Het maakt een wereld van verschil. Ja, erg hè, Lenny? Het jaar dat ik dertig ging worden, was ik echt een jaar een beetje in een, in een dalletje. Want op de een of andere manier, terwijl ik toch best wel redelijk normaal kan denken, stond het me tegen om de twintig op te geven. Maar het maakte geen zak uit. Oh, bij, is, uh, bij Jutje is, de, is het nog niet opgehouden met waaiden, waaien. Beeldschermzorg, Margaret, ook heel erg belangrijk. Die kerel van mij, die, uh, die moet ook heel vaak in het weekend op pad om ergens problemen op te lossen. Omdat als dat uitvalt, dan draait de hele boel niet meer. En uh, beeldschermzorg is ook belangrijk. Hartstikke goed, Kimmy. Ik, uh, ik samel uh, al een paar jaar geld in. Uh... Oh, school is proost. Oh. Nou ja, ook proost hè, met de koffie en de thee. We zitten toch in een café, dus het is helemaal op zijn plek, uh, Miranda. Maar uh, leuk dat je ook eventjes af en toe hier uh, gewoon uh, binnen kan vallen, toch? Weer even Nederlands praten. Oh, gelukkig. Martine heeft de bollen kwijtgekund. <laughs> Nee, ik, uh, maar Gerry, ik ook niet. Dat is, uh, de, uh, dat is een van de vele redenen. Dat is puur egoïsme dat ik daar geld voor inzamel. Ik moet er niet aan denken. Ik ben met Nel op huizenjacht geweest. En dan kom je af en toe in een huis waar inderdaad mensen wonen met dementie. En die worden heel goed verzorgd en heel lief. Maar ik wil het zelf. Pertinent niet mee hoeven maken. Maar het wordt wel volksziekte nummer 1. Dus we weten het niet. Boskippen, boodschappen. Hier. Oh, dat is wel fijn, hè, Jutje. Wint mee. Nou, super Petra. Dat is beter dan dat je zegt dat ik op de wereld ben om iedereen te vernielen. Dus dat is. Uh... Nee hoor, ik ben blij dat je er bent en je bent ook. Een, net zoals iedereen, ook weer hartstikke welkom en een leuke aanvulling. Ik kan vreselijk met je lachen. Lenny, heeft dat jaar niet gevierd dat ze dertig werd? <laughs> zeker, Gerry, zeker staat het allereerste koffieleutje. Ik weet alleen niet of dat die koffieleutje heet. Ik zal eens even kijken. We begonnen op een zaterdag. En toen gingen we bedenken hoe we dat gingen noemen, volgens mij. Ja, die, ja, maar dat is duizend afleveringen. 1100 uh, nog wat afleveringen geleden. Ja, dat is ook een goede Lenny. Nu ieder jaar vieren dat je 30 wordt. Valentina en Anita die hebben ook overeenkomsten. Voedingsassistenten ook leuk. Nou, Lianne. Dat is ook een mooi verhaal. Op de single reis kwam je je, je man nu tegen? Doei Monika, doei. Oh, Erna, die werd dertig in uh, 2000. Ik ook, ja, ik ook. Ja, dat wel. Als kind in de jaren zeventig had ik al uitgerekend dat ik dertig zou worden in het jaar 2000. Dat leek me nog ontzettend ver weg. En het, ik, ik, ik droomde ervan dat dan in het jaar 2000 dat we naar de maan konden, gewoon, hè, gewoon om even boodschappen te doen. En dat we konden beeld bellen. Nou, er is toch iets uitgekomen. Ja, of ze worden heel fysiek of uh, ja, het is, uh, het is een. Uh, ik kan er ook niet mee overweg. Ik <laughs> loop ergens een huis binnen en. Uh, de, bij de deur werden we als het ware opgewacht door een mevrouw. En die zegt tegen Nel, nou, ik ken jou. En tegen mij zegt ze ook, ik ken jou. Nou, toen wist ik al over, over hoe, het, hoe, hoe het met die mevrouw zat. En, uh, want ik kende het absoluut niet. Maar die stond dan iedereen te verwelkomen en te begroeten. En uh, heel fysiek. Gelijk, gelijk uh, omarmen en zo. En dat is allemaal super lief maar dat ben ik niet zo heel erg opgesteld. Ja, ik ben uh, 70. Ik zeg altijd, wij zijn, ik ben verwekt uh, toen de maanlanding was. Of zo. Vicky was 20 in 2000, dus jij bent van 80. En die dacht ook zo: van, nou, in het jaar 2000 dan is dat helemaal magisch. Ja, Petra, dat klopt. Niet even voor de boodschappen. Het beeldbellen is gelukt. Ja, nou, maar dat is bijzonder. Hè? Ja, nee, je moet nooit met ze in discussie gaan, Gerry. Dat, 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 dat is niet... Dat is... Uh... Martine is ook... We zijn een heleboel van 70. En Jutje, die gaat nu... Uh... Die is uh, vorig jaar Sarah geworden. Nee, Loes. <laughs> Loes' oma, die ging weer trouwen en verhuizen. Ach, schattig. Ja, ik zeg verwekt. Ik ben verwekt tijdens de maanlanding. Ik ben geboren in 1970. Hé, hey, en daar is Rinet. Hi, Rinet, Rinet. Rinet, Rinet. Ben je er klaar voor? We hebben baby babynieuws. We hebben babynieuws. Danielle is bevallen. Danielle is bevallen. En die heeft een dochter gekregen. Nou, wisten we dat stiekem al. Maar. Uh... Die is geboren vanmiddag om vier voor half vier en het is een dikke zes pond en alles is goed gegaan. Ja. En nog geen anderhalf uur na de bevalling had ik een foto en het baby nieuws binnen. Nou, ik voel me bijna familie. Even kijken wat heeft Margaret voor mooie oplossing. De Sylvia die is ook heel goed. Even kijken wat zegt Margaret? Wist ik weer een leuk opmerking? Oh hier, ik ook niet tot anderhalf jaar geleden terug. Ik zelf kan niet meer fysiek de route in, in verband met kapotte rug. En ze wilde me afkeuren. Nou, beeldzorg. Hoe mooi is dat? Kan je toch nog uh, heel ontzettend veel bijdragen. En uh, fijn dat je dat hebt gevonden. Ja, Rinet, ik wist ook niet wat ik zag. Ik, ik denk, zo laat geboren, hoe laat is het nu? De maandlanding was in 1969 in oktober, volgens mij. vriend is frien, ook van 70. Maar uh, ja, we zijn allemaal verschillende leeftijden. Grappig, hè? Dat we dat. Uh... Nooit merken hier. Ja. Of zelden tot nooit merken. Mooi, hè? Omdat we elkaar niet zien, vervagen alle grenzen. Oh, juli, zegt Sandra, was in juli. Nou, ik had ooit uitgerekend dat. Uh... Ik ben heel lang 37 geweest. Daar kon ik ook heel lang volhouden, nu niet meer. Dat is helemaal waar, Gerrie. Rines had niet zo snel gehoeven, maar ik vind het toch wel erg leuk dat we het al mogen weten. Zo, ja, ik heb zelfs een foto, maar die mag ik niet laten zien. Want oma moet eerst de baby zien. <laughs> en zo. Oh, zo onthoud jij dat, Sandra, natuurlijk. Anita is van 84, toen was ik 14. Toen zei zei, ik ben 72. Nee, we zijn heel gemeleerd, we zijn heel gemeleerd. Dan heb jij een mooi ezelsbruggetje, Sandra, voor een weekje voor tijdens de pubquiz. Ja, dat hè, Margaret. Och, ellendig. Oh, dankjewel, Petra. Dat vind ik wel een fijn compliment. Nou, dan kunnen we zo, ik kan zo de dag afsluiten. Ja, ja, dat Rinette. <laughs> ja, leuk hè, al die verschillende. Uh, Lucie is 74. Nou, dat wist ik ook niet. Lenny moet nog 37 worden hoor. Ja, dat zou, ik, dat zou ik ook heel lang volhouden. Oh ja, weet het ook nog precies, want dat waren spannende dagen voor haar in verband met de bruiloft en verjaardag. Zeker toch, ik vind het hartstikke leuk dat al die verschillende leeftijden hier. Femke is nog lekker jong. Die is echt net in de dertig. En Rinette is al 20 jaar, 19 jaar, geweldig. Maar je hebt ook van die heerlijke genen. Maar zie je hoe gemaleerd we qua leeftijd zijn? En toch, daar merk je helemaal niks van. Rian is van 54. Die is ook bijna jarig, over goede twee weken. Ja, Wilma, dan ben jij van de leeftijd van mijn kinderen. Grappig, hè? Ja, Marion heeft de leeftijd van het nieuwe oude boekje van Joken. Nou, ik ben wel blij dat je groot bent geworden, want ik vraag me af wat voor gruwelmartelpraktijken gruwe daarin staan vermeld. En Len zegt, 28 december wordt wereldwijd gevierd dat ik 30 ben geworden. Lisbeth is 10 jaar ouder dan ik ben. 18 jaar ouder. 77 jaar, Anja, ja. Jij ja, was een goed bouwjaar, Sylvia. helaas van 62. Of is 62. Lucie is kameroud, zegt uh, Gerry voor nu. En Sanne is, Sanne is heel jong. Heerlijk, jong. Jij wordt dit jaar. 12, uh, 13. Jij wordt 11. Iris is van 89. Hoi, Iris. Doei, Loes. Hey, uh, tot de volgende keer. En uh, ik duim voor je dat morgen dat gewoon afgelopen, klaar, afgerond en door is. We gaan het allemaal zien precies, Mira, uh, Marion. Dat klopt, Petra. Dan komen we toch allemaal in een soort van dezelfde fase terecht. He, die is van 64. Ja, alle jaren zijn mooi. Iedereen allemaal hartstikke mooi. Femke zegt: maar kleine meid en ik zijn in dezelfde weekjarig. <laughs> ja, dat is ook weer zo wat, hè Femke. Doe je best, dan komen ze niet. Daar kan Danielle over meepraten, maar die ligt nu lekker op de roze wolk. <laughs> uh, kijk, kijken. Ja, ik vind het erg leuk om te zien dat jullie allemaal zo. Uh... Oh ja, jij was 15 maart jaar. Heb ik vorig gezongen? Je bent al 11, Dat was ik alweer bijna vergeten. Nou, leuk om te zien dat jullie allemaal verschillende leeftijden hebben. Lianne, die is ook met de dochter vlak na elkaar jarig. Dag Valentina, eet ze en uitrusten. Dag Sanne. Uh, tot de volgende keer en uh, veel plezier op school. Morgen, laatste dag alweer. Dag Sylvia, tot de volgende. Valentina ook. Tot ziens. Ja, leuk hè, Va Iris. En je merkt er niks van. Supergezellig. San is de jongste vandaag, dat klopt. Dat klopt erin, net. Debbie en Sanne schelen ook vijf dagen. Ja, ik kan niet plannen, hè? Nou, ik ga iedereen gedag zeggen. Houkje, Gerry, Jenny, Lenny. Zo. We gaan er van tussen, lieve mensen. Het is weer acht uur. Ik ga mijn beschuitje lekker opeten. Corina haakt nog even een boodschappennetje. Dag, uh, dag Sandra, dag Janine, dag Jutje, dag Alinda, dag Erna, Marianne, Dianne en Esmeralda, Lucie en Martine. Fijne avond verder, dag Diana, Diana, Debbie, Marion, het gaat in het andere Diana, Chantal, Karin, Miranda, werkt <laughs> ze? Ja, dat is achteruit haken en stilstaan, dat doen we ook in het café, maar het is wel gezellig. Uh, ja. Van België tot aan Denemarken en de rest van de wereld mag ik jullie allemaal, want het gaat heel hard. Anja, Cornelia, Margaret, Rinette, Miranda, Tony, Petra, Iris, allemaal, iedereen een hele fijne avond wensen. Misschien tot morgen, overmorgen of een andere keer. Maak er wat moois van en vergeet niet om een duimpje te geven. Hè. We hebben 130 mensen in huis, 81 duimpjes. Dus maak me blij, doet geen pijn, kost niks. Dag Carlien en iedereen. Toedeledokie! Doei, fijne dag. Dag.